Ik vond het geweldig. Ik vond het fantastisch. Ik geniet nog steeds, maar ik vond het echt helemaal geweldig. Zo emotioneel en zo overrompelend, dat denk ik. Ik had het niet aangekund. Alle respect voor Mieke, hoor. Het was te gek, natuurlijk. Ja, het was een grote eer om voor Mieke dit te doen. Vanavond klinkt er toekomstmuziek. Hoor je de toekomstmuziek? Hoor dan de toekomstmuziek. Ik merk heel erg bij Ton en Mieke, dus dat ze heel betrokken zijn, ook bij theater. En dat ze het leuk vinden om geraakt te worden door dingen. Vanavond klinkt toekomstmuziek. Het ging hartstikke goed. Ik had even mijn twijfels dat ik dacht, dat ik een beetje vreesde dat zij geïnformeerd was door Ton. Ze had niets door. Tot eigenlijk tot op de Krakelingweg. Wat voor dag is het vandaag, Mieke? Is het vrijdag of zaterdag? Vrijdag? Ja, dat is goed. Het was zaterdag. Hartelijk welkom hier in Austerlitz. Hier voor jou staan al jouw vrienden, al jouw familieleden, van Rijnsoevers, woningkampen, mensen van het Klein Slottheater, mensen van bridgecommissies, bridgeclub der Engelen is aanwezig, leesclubgenoten, mensen die op yoga zitten, Cariatide. Er zijn buurtgenoten, er zijn oud-buurgenoten, er zijn oud-oud-buurgenoten. Er zijn zelfs mensen uit je jeugd. Voordat Mieke kleinkinderen kreeg, was er eigenlijk al één kleinkind die vaak bij jou langskwam. En zaterdagen doorgebracht. En ze heet Laurien, die is er vanavond. En ze zit daar. Zwaai maar even. Jarenlang had je twee hartsvriendinnen. Toen je jaar of 14, 15 was, eentje uit Lombok, kon je heel vaak logeren. José is hier vanavond. Nee. Betty is hier vanavond. Zwaai maar eventjes. Daar zit ik. Ik sliep veel bij Mieke thuis. Ik was een beetje verliefd op Hans. Weet je wel, ik had geen broertjes, dus een heleboel broertjes had Mieke. Dus het was erg leuk. Ik ben nog wel eens uit geweest met Huub. Nee. Ja, toen was ik 16, denk ik. Het wordt een leuke avond, Mieke. We gaan kijken en luisteren en genieten van Louise Korthals, winnares van Amsterdams Kleinkunstfestival in 2011. En we wensen jullie en vooral Mieke een hele lieve avond. Gefeliciteerd. Ik zag hoe vuurtorens
een haven beloofde, waar met een zucht van verlichting de nachtlampjes doofden. En terwijl kapiteins hun schepen te rusten kusten, hield ze hem vast, zo vast deze nacht. En ze fluisterde: wacht, wacht je op mij als het zo ver mocht komen, dat mijn hart stopt met dromen en ik het mooie vergeet. Blijf je dan bij me, ook al is het geen zomer. Wacht je op mij als ik het even niet weet. Ik heb zeker naar Mieke gekeken tussendoor en ik zag haar glimmen, maar ook een beetje in een roes. Dat Mieke wist eigenlijk ook niet zo goed van geluk waar ze moest kijken. En die was nog zo overvallen en van de kaart. Dit vond ik wel leuk. Die had zo'n vol hoofd van geluk dat ze eigenlijk amper kon kijken, maar alles mooi vond. En terwijl machinisten hun treinen te rusten kusten, hield ze hem vast, zo vast deze nacht. En ze fluisterde: wacht, wacht je op mij als het zo ver mocht komen, dat mijn hart stopt met dromen en ik het mooie vergeet. Blijf je dan bij me, ook al is het geen zomer. Wat ik ook erg leuk vind, dat het niet uitgelekt is. Dat niemand zich versproken heeft. Dat is echt ongelooflijk. Niemand heeft iets gezegd. Gisteravond bij het Britsje zeiden allemaal tot maandag en tot volgende week donderdag. Niemand heeft iets. Niemand. Wacht je op mij? Als ik het even niet weet. Ze heeft een heel mooie stem, ze heeft een geweldig taalgebruik. Ze heeft een variëteit aan thema's die ze op een hele speciale manier brengt. Waardoor het je raakt gewoon. Ik zag de wanhopige naar antwoorden zoeken. Ik zag de geslaagde bedreven, de liefde vervloeken. En terwijl ze hem zachtjes te rusten kuste, hield hij haar vast, zo vast deze nacht. Want ik was soms wel afgeleid, want mooie vrouwen, dat is toch lastig om goed aan de tekst te luisteren. Ja. Maar dat hebben we wel gedaan, ik heb echt genoten. Soms heb je een heel jong publiek, soms heb je, nu was iedereen over gemiddeld wat ouder. En dat is ook wel weer leuk. Dan kan je ook wel weer wat andere grappen maken. En je merkt ook weer dat andere dingen, bepaalde verhalen meer aankomen bij het ene publiek dan bij het andere publiek. Maar iedereen staat er wel voor open. Het is wel de bedoeling dat het zowel jong en oud kan bereiken. Het was eigenlijk vorig voorjaar in mei op een donderdagochtend. Het was een beetje een koude, frisse donderdagochtend. Dat ik door de stad reed en toen kwam ik langs het Beursplein. En daar zag ik een groepje bejaarden staan, maar echt hoogbejaarden. En in eerste instantie dacht ik, ja, u voelt zich aangesproken, hè? Ja, er komt zo'n moment, jongens. Er komt zo'n moment. Nou, ik vind Mieke nog sprankelend, hoor. Ik vind Mieke valt nog niet onder de categorie bejaarden. En ik zie daar dus een groepje bejaarden. Louise die opgetreden heeft, dat was helemaal top. Ja. Dat heb ik gezegd, ik heb het zelfs net nog bedankt voor die topavond. Helemaal geweldig vind ik het. Echt geweldig. Echt een overrompelend feest. Echt, en de reacties van mensen, dat ze unaniem zo zeggen, zo van, nou ja, we hebben gewoon een geweldige avond gehad. Dat is geweldig. Ze hebben ook allemaal ontzettend genoten van het optreden.
al die mensen komen voor jou. En dat jullie die allemaal opgesnord hebben, joh. Ik wist niet wat ik zag. En de yoga, en de leesclub, en de cariatide, en de bridgeclub, en al die oude van school. Rosé, Rosé Grasso en Betty Brouwer. Van vroeger, van school. 40 of 50 jaar, 45 jaar niet meer gezien. 45 jaar niet meer gezien. En nu gaan we weer een afspraak maken. Ik ben wel trots op haar. Dat ze zo, zich zo ontwikkeld heeft. Dat ze zoveel lieve mensen om zich heen verzameld heeft. Waar ze echt een binding mee heeft. Anders waren ze hier vanavond niet. Dat is echt heel bijzonder. Ik hoop nog heel lang dat ze mijn trotse zusje is. Helemaal geweldig. Echt super. En ik heb van iedereen gehoord, wat heb jij toch fantastische jongens. Dat ze dat voor je organiseren. Ik zei, nou, ik vind het ook. Ik ben helemaal trots op jullie. Zoenen. Absoluut zeker. Gaan we doen. Geweldig. Ja. En geniet nog een lekker navel. Oké. Okay.